Het uitbetalen van de kerstgratificatie in plaats van de salarissen heeft niet met een keuze van de directie en de vakbond bij het Sint Vincentius ziekenhuis te maken, maar met het nakomen van de collectieve arbeidsovereenkomst. Dit zegt Roy Haverkamp, voorzitter van de Bond van Personeel bij het Sint Vincentius ziekenhuis. Hij is zeer ontstemd dat de regering wereldkundig maakt dat niet zij in gebrek is gebleven, waardoor de salarissen niet konden worden uitbetaald. Ook was er een periode van 2 weken tussen het uitbetalen van de kerstbonus en de salarissen, zegt Haverkamp. De directie zou er alles aan doen om de gelden bij het SZF en overige verzekeraars binnen te halen en ook om de salarissen uit te betalen, zegt hij. Nou, het is een moment. Het moment van kerstbonus was daar die gratificatie. Salarissen zou pas 2 weken daarna moeten worden gestort. Je maakt die keus. En de geest van een overeenkomst is daar wanneer die uitvoering aan wordt gegeven. En als we zelf een overeenkomst hebben en we gaan ons niet eraan houden, dan gaan wij zelf meewerken aan problemen en zo, toch? Dus wij vinden die overeenkomst, de directie is bereid om zich ook te houden. Dan wij zeggen, houden we eraan. Met in het vooruitzicht dat de andere gelden gestort worden, waardoor de salarissen ook gestort konden worden. Het heeft niets te maken met kerstbonus moet niet betaald worden en dan konden salarissen. De mensen die hun verplichtingen hebben naar het ziekenhuis, zij moeten ervoor zorgen dat ze die gelden op tijd overmaken. Dan komt het ziekenhuis niet in problemen. Wat nu? Dinsdag krijgt u antwoord van de directie. Bent u erop voorbereid of zegt u wanneer het moment daar is, dan zullen wij een gepaste antwoord formuleren? Nou, je probeert je voor te bereiden. Als een bepaalde reactie komt vanuit de werknemers, dan moet je erop voorbereid. Als ze zeggen van luister, nee, we accepteren niet of zo, wat gaan we dan doen? Toch? Of ze zeggen van oké. Aan de hand van het verslag dat we hebben gekregen, kunnen we nog even een dag wachten. Het hangt allemaal af van wat er op dat moment gaat gebeuren. Ja, maar wij bereiden ons voor op, eigenlijk zeg je het ergste, dat de mensen uit ontevredenheid kunnen zeggen van luister, nee, we accepteren het niet of zo. Weet je, maar dat is... De bondsvoorzitter verduidelijkt dat het absoluut niet de schuld is van de directie dat het ziekenhuispersoneel niet over hun salaris over december kan beschikken. De mensen zijn zich ervan bewust dat de directie afhankelijk is van gelden die zij van derden moet ontvangen, zegt Haverkamp. Moeten we dan actie gaan voeren tegen de directie of tegen de mensen die het ziekenhuis moeten betalen, vraagt hij zich in gemoede af. Volgens de bondsvoorzitter zal alles afhangen van het antwoord van de directie de volgende week dinsdag. De overheid maakt meer poha dan het ziekenhuispersoneel zelf, meent hij. Ik denk dat dat wel het geval is, hoor. Want de mensen in het ziekenhuis, ik ga je zeggen, je hebt altijd mensen die gaan zeggen, ja, maar ik had erop gerekend en zo. Maar het gros van de mensen heeft meegewerkt. Er zijn zelfs leden die aan de anderen hebben gezegd van, ja, maar jullie worden altijd gewaarschuwd, toch? Je moet niet aan je geld zo opmaken, toch? Denk aan morgen, je weet. Kijk hoe de situatie er vandaag aan de dag is. Alles wordt duurder, dus hou wat rekening. En de mensen hebben het grootste deel heeft begrip voor getoond van, luister, oké, we hebben begrepen dat de directie heeft gedaan wat de directie kon doen, maar het is niet gelukt. Dus we willen even wachten tot dinsdag om te horen wat er dinsdag gaat gebeuren. Roy Haverkamp, voorzitter van de Bond van Personeel bij het Sint Vincentius ziekenhuis. We spraken hem in de studio in verband met de niet uitbetaalde salarissen over december aan het ziekenhuispersoneel.